Ze laten zich niet kisten, de 8 mensen met een beperking die wij de komende weken volgen. Ondanks hun handicap doen ze er alles aan om hun dromen waar te maken. Hi, Rob Vuist. Ja, zijn jullie er klaar voor? Ja. Go. Ja, mooi uit, man, of niet? Sandra Kosterman is 41 jaar en heeft verschillende fysieke aandoeningen, waardoor ze al ruim 14 jaar gebruik maakt van een rolstoel. Sandra is trots op het feit dat het haar gelukt is om uit de WHO te komen door een eigen bedrijf, Shenzo, te starten. Dat bedrijf heeft als doel juist mensen met een beperking een betere positie in de maatschappij te geven. Zo geeft ze bijvoorbeeld trainingen aan hulpverleners. Een brandweerman krijgt alle soorten trainingen om verschillende branden te blussen. Maar moet je iemand nou per se met zijn rolstoel en al redden? Of iemand kan wel zo afhankelijk zijn van zijn scootmobiel. Die zegt, ja, maar mijn scootmobiel moet eruit. Ja, toch is dat niet belangrijk. Nee. Het is belangrijk dat er een leven gered wordt. Dus daar moet je wel op trainen. Ja, want ja, je komt natuurlijk ook hele vreselijke drama's tegen. Hoe je moet handelen in geval van incident of ramp als mensen met een beperking toevallig ergens in die wijk wonen. Maar wat gaan we doen als iemand aan de nierdialyse ligt? Is een hele gangbare situatie aan het worden, hè? Dat mensen 's nachts gewoon zelfs aan de nierdialyse liggen thuis. In dat hele gewone rijtjeshuis zelfs. En denk van ja, wat moeten we? Weet je wel, dan moeten we met elkaar iets over af gaan spreken. Het moet gewoon in jullie lesmateriaal komen. En het gaat er toch alleen maar over van dat jullie inderdaad mensen redden. Sandra's huis in de beeld is aangepast. Ze maakt gebruik van een rolstoel, maar kan wel zelf lopen. In huis loopt ze kleine stukjes. Met haar rechterarm kan ze bijna niets meer. Sandra vertelt niet graag over vroeger en haar handicap. Ze vindt het hier en nu interessanter. Maar toch. Ik heb een kalkafzetting op mijn spieren. Dat is vrij onbekend. En daarbij heb ik dan ook nog inderdaad die instabiliteit op mijn gewrichten. En ik heb slijtage op mijn gewrichten en ik heb reuma. Weet je wel, dus ik heb wel 4 dingen. Maar ik zit zo inherent aan het... Ik denk, nou ja, dat hoort nu gewoon toevallig bij mij. Of ik zoek er zelf ook helemaal eigenlijk niet meer een verklaring voor. Van veel meer de acceptatie, oké, dit is het. En hier moet ik het vandaag mee doen. En morgen zie ik alweer. En morgen zie je wel weer. Ja, want het gaat natuurlijk wel achteruit. Dus, ja. Ja? Ja. Ja. En is het iets wat niet meer te genezen is? Of is het, Nou ja, daar heeft het toch wel alles schijn van, ja. Ja? Ja. 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 Maar ja, ik vind nog dat het heel erg goed gaat. Van verwachtingen waren slechter. Ja, allemaal. Ik heb een fles wijn mee. Ah. Oh, yeah. We gaan zo naar Candy Dover. Ja. In Tivoli. Ik kan bijna niet misgaan, behalve als je Ik heb 2 keer per week echt huishoudelijke hulp. En 2 keer per week ook altijd vast zeg maar iemand voor persoonlijke verzorging. En verder alles een beetje op oproepbasis. Zal ik dan een blokje in de vaatwas doen? Ja, dat ik ook wat doe. Ja, maar dat is best moeilijk. Dit is helemaal niet zo'n favoriet van mij natuurlijk. En knik. Ja... Weet ik. Zo. Nou.
Sandra gaat graag naar concerten. In poppodium Tivoli kan een rolstoel gewoon tussen het publiek staan, zodat ze bij haar vrienden kan blijven. Ze vindt het vervelend als ze bijvoorbeeld op een aparte rolstoelplek met maar één begeleider moet staan. We gaan straks met z'n allen naar Tivoli, hè? Is er dan iets dat jullie extra op letten met Sandra? Of de knappe man in de buurt. Oh, daar, ja? Daar, op de locatie. Nou, absoluut. Ja? Wat voor? Ja. Wat voor mannen? Ja? Welke niet? Mm. Moet je zeggen, dat we zijn toch allemaal mooie vrouwen, maar Sandra trekt ze altijd naar zich toe, hè? Ja? En dan maken wij weer gebruik. Ik let altijd op mensen die, als we gaan rijden, de menigte heen, voorop lopen. Dat ze daar niet omver rijden. Ja. Lopen. Mensen zijn heel sociaal. Ik ben er ook echt weer in gaan geloven eigenlijk, sinds ik eigenlijk zoveel hulp nodig had. Ik weet dat het vroeger, toen ik zelf nog helemaal sterk was en zo, vond ik het ook prettig als ik iemand kon helpen. Er zijn heel veel mensen die vinden het ook gewoon heel prettig als ze je kunnen helpen en als je het gewoon vraagt. Ja? Omdat ik dus maar één arm een heel klein beetje kan gebruiken, kan ik dus niet een handbewogen rolstoel gebruiken. Dan heb ik dus een elektrische rolstoel. Die staat altijd in mijn auto. En ik heb er ook nog eentje voor de deur staan. Dus daar kan ik zo mee weg vanaf mijn huis. Nou, dat is weer gedaan. Huh? Ga maar. Ja, tot zo. Wij kunnen wel achterin. Dus eigenlijk pas ver na mijn 20ste ben ik me gaan realiseren. Oh ja, kreeg ik in één keer hele erge rugklachten. En toen begon eigenlijk de rest van mijn lijf ook op te spelen. En daarvoor deed ik gewoon alles. Ik ging turnen, hardlopen, fietsen. Schrap dat weg en hou je hele hoop tijd over. Ik denk wel dat ik inderdaad andere capaciteiten meer ben gaan gebruiken. Gewoon creatief in je geest of ook in mijn werk uitzicht dat best wel. Daar heb je gewoon meer tijd voor dan dat als je ook nog naar de sportschool gaat. Of lekker aan het waterskiën bent of aan het surfen. Dat deed je allemaal. Ja. Maar we gaan allemaal via het opritje. Ja, doe maar. Ja, gaat goed hoor. Helemaal goed. Ja. Maak pijn. Heel goed. Ja. Hij is niet bang hoor, die jongen. Iemand ligt aan het zuurstof. Ja, dat is zeker een situatie, denk ik, waar je vanuit bijna kan gaan in het verpleeghuis. Dan denk ik, alarmfase 1. Zuurstof moet het raam uit, wat mij betreft. Want als die persoon maar naar buiten komt, want als die in de vlammen komt met zijn zuurstoftankje, dan willen we niet meemaken. Ik hoop gewoon dat je er net wat goede dingetjes uitpakt en weer verder kan. Ja hoor, graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Ja, voor de Thank you.
Sauer. Dankjewel, jullie zijn te gek, als altijd. Dankjewel. Hoi. Ik ben Sandra. Hoi Sandra. Heel erg graag. Ja. En ik heb heel erg genoten van jouw treden. Ja, geweldig. Helemaal fijn. Dankjewel. Ja, ik ben wel, wel een beetje op nu, zeg maar. Fijne avond. Dankjewel. Hoi. En heel erg last van mijn nek, omdat ik ook zelf eigenlijk mijn nek ook niet zo lang goed omhoog kan houden. En is het nou zo dat door dit concert vanavond je het morgen weer extra zwaar hebt? Ja, dat is eigenlijk altijd wel zo, maar ja, ik heb wel zoiets van, kijk, dan weet ik tenminste waarom het nu is. En, terwijl je ook gewoon heel vaak zomaar een dag hebt dat je denkt van, ik word ook soms midden in de nacht wakker en dan heb ik mijn nek verdraaid. Nou, dat vind ik veel triester. Ja. Dan denk ik van, jeetje, ik heb niks gedaan, weet je wel. Alles netjes en heel gedoseerd. En dan heb ik maar liever gewoon omdat ik lekker weg ben geweest. Ja. Ik zou voor iedereen willen met een beperking dat men kijkt naar de mogelijkheden en niet naar de beperking. Volgende week in Dromen zonder drempels, Arend Knot uit Huis ter Heide. Je ziet de golvende lijnen, zie je. Zie je.